Veenontginningen, de akkerzopen, rietvelden, de vennen en open plekken. Als ik mijn ogen sluit, haal ik de beelden van Trans-Italiana moeiteloos tevoorschijn, zoals het was in het vroege ochtendgloren of in het late avondlicht. Prachtige benaming. Dus ik wil u graag als burgemeester van Almelo in de heerlijkheid van Overijssel u een eerste exemplaar overhandigen. Ja, dank je wel. Mag ik daar een paar dingen bij zeggen? Ja, hier. Ik zei net al even, u gaat straks een presentatie geven over dit boek. Grenzen mij net zo bekoren als mijn collega Jaans in Oegstgeest. Overigens is het lidmaatschap van de VVD voor een burgemeester in Oegstgeest vanzelfsprekender dan in Almelo. Dat geloof ik, ja. Maar dat heeft een heel eigen geschiedenis. Het is een boek wat gaat over grenzen. En het zijn allemaal historische kaarten die de basis vormen van het boek. En aan de hand over heel Nederland en natuurlijk een kaart van Overijssel. En aan de hand van die historische kaarten ben ik het landschap ingegaan. En heb ik geschreven over de grenzen die je op de kaarten kunt terugvinden en ook nog vaak in het landschap van nu kunt zien. Ik ben voor elke grenskaart op stap gegaan door heel Nederland. En in Overijssel is dat natuurlijk een stuk langs de IJssel. Dat is natuurlijk de grensrivier, enorm mooi en prachtig en bijzonder. Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan staatsgrenzen, gemeentegrenzen, provinciale grenzen en heel belangrijk voor mensen. Maar ook grenzen in een stad zijn belangrijk. Vroeger had je echt grenzen tussen wijken die echt vaststonden en belangrijk waren. Met een eigen politie bijvoorbeeld in een bepaalde wijk. En mensen ontlenen ook wel hun identiteit aan de plek waar ze wonen. Bij de grens was van de Oude Lutte in Noord-Overijssel. En dat ik daar een boer tegenkwam. Waar je daar boekweitvelden en veengebieden. En ik raakte zo met deze meneer, deze boer, aan de praat. En die zei van, ja, de grens liep hier vroeger zo. En dat was allemaal mijn land. En dat was mijn land. En dat was een stukje land van mij en van mijn grootouders. Maar dat is allemaal natuurlijk in de ruilverkaveling natuurlijk opgegaan in een groter geheel. Maar hij wist nog precies, gewoon in een ogenschijnlijk leeg landschap, precies aan te wijzen waar de grenzen vroeger liggen. Heeft u hiervoor grensoverschrijdend gedrag moeten vertonen? Ik moest wel in de coronatijd toch stiekem naar België. En eigenlijk was die grens min of meer dicht. Maar ik ben toen wel over de grens gegaan, omdat ik daar heen moest voor een grensstad in Zeeuws-Vlaanderen. En daar heb ik wel een boete aan overgehouden. Dus ik mocht daar met mijn Nederlandse kenteken niet komen. Dus ik ben wel grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Dat is waar.